Op weg naar Henny Kuiper. Olympisch kampioen in 1972, wereldkampioen in 1975. Maar waarom er zijn? In 1980 werd hij tweede. Achter Joop Zoetemelk in de Tour de France. Hij won nooit een gele trui, maar wel 4 klassiekers. Kortom, een groot renner. En we zijn op weg naar zijn museum. Erve Kuiper, wauw, museum. Ik ben er 1 keer eerder geweest in het museum van Henny Kuiper. 3 jaar geleden, geloof ik, keer. Maar Henny, dat ik hier ben, heeft alles te maken met deze wedstrijd. De Tour de France van 1980. 40 jaar geleden. We hebben nog meer in huis, maar 40 jaar geleden was ook een merkwaardig jaar. En dat was sportgeschiedenis van Nederland. Ik heb hier de foto. 2 Nederlanders, 1 en 2 in de Tour. Uniek. Dan, ja, zal het nog een keer weer voorkomen. Maar dit is 1980, Joop Zoetemelk wint. Ja. Jij wordt tweede, voor de tweede keer, hè? Ja. Want 3 jaar eerder werd je achter Bernard Thévenet. Ook tweede. Ja. Hoeveel was het toen? 48 seconden? Ja. En nu? Ja, hier was er iets meer. Iets meer. Maar ja, de winner takes it all, hè? Ja. Dus Joop is, maar toerwinnen is toch heel bijzonder. Ik ben er heel dichtbij geweest, maar... Eén ding. Hij heeft de gele trui. En dat is het enige wat jij niet hebt, geloof ik. Voor de rest heb je alles maar wat er te winnen valt. Hoeveel pijn doet dat nog na 40 jaar? Ja, mijn ouders hebben wel geleerd, je moet niet alles willen in het leven. Dat zeiden mijn ouders ook. Ja. Maar jij bent sportman en je wil alles winnen. Ja, en daar heb ik geweldig voor geknokt. Daar heb ik alles voor gedaan. Het is me gewoon niet... Het was een dubbel op zijn kant. Het was niet abnormaal geweest dat ik hem gewonnen had. Maar dat is er nooit van gekomen. Ja. Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn carrière. Maar als je erin zit... Maar ik wilde absoluut die Tour winnen. Ja. Zou je 1 trui willen ruilen voor deze? Voor de gele trui? Al had je er maar 1 exemplaar? Dat denk ik wel. Ja? Ja. En welke zou dat zijn? Ja, de Olympische titel vind ik voor mij ook heel mooi. Omdat je dan... Hier is mijn geboorteplek waar ik geboren getogen ben. Als kind die je gewoond hebt. En, ja. En dan zie je... Dan gaan we straks nog zien. De eerste fiets waar ik op fietste. Ja. Wie had ooit gedacht dat ik... zover zou brengen naar Buren. Maar die wil je toch niet ruilen voor een gegeven? Nee, die wil ik niet ruilen. Maar ja, de wereldtitel ook niet. Ja, nou, als het om Tour en wereldtitel gaat, dan denk ik dat ik ja, de Tour zeker. Ja, ja. Ja. Ook dat, ik was een duursporter. Het moest me hard en zwaar zijn. Ja. Een labeurwerk, weet je. En ja, WK is 1 dag. Er staan er wel meer op die erelijst. Die misschien toch al een beetje... Ja, je bent... Maar je leven won hem al in 1975, hè? Toen was je nog jong. Ja, maar... En al die andere mooie zegers kwamen daarna nog. En we spreken nu over 1980. Ja, en dan had je nog 1977, Bernard Thévenet. Als je een Fransman was geweest, Henny Kuiper, dan had je misschien wel de gele trui gehad. Want hij werd betrapt op doping. En dat hebben ze laten zitten. Ja, nou, er is van alles over gezegd. Ja. En moet dan maar mee kan je niet terug. Je moet ermee leven. Moet maar mee leven en besluit dat maar af. Maar ja, je kan niet alles hebben. Maar we gaan naar boven toe, want eigenlijk heb je alles. Met plezier, kom mee, we gaan kijken. Die foto's, hè? Erik Breuken, Jelle Nijdam, Bogert, Peter Teunissen. Noem ze maar op, Peter Wening. Dit zijn allemaal Nederlanders die deelgenomen hebben aan de Tour de France. Kijk. Hier staat Jan Jansen, maar je hebt ook Sjefke Jansen, die staat hier om de hoek ergens. Ja, mooi schuiten zelfs. Ja. Ja, Stefan de Jong, Jezef van Sknaven. Ploegleider. Pieter Wening. Ploegleider. Ja. Hier waren we laatst, Tankinke, jongen van de streek. Teun van Vliet hier nog. Teun, ja. Nicky Terpstra, herstellende van een zware val. Ja. Hier is het mee begonnen. Op deze fiets, in de jaren 2, 3... Was ik 12 jaar en hier werden werkzaamheden in het veld gedaan, aan grondwerkzaamheden. Ja. En er waren tekenaars bij, die gingen naar huis, waar die hun werk gedaan en er bleven een paar fietsen staan. Gevraagd, mogen wij die hebben? Alles eraf gesloopt, stuur doorgezaagd mee naar de boerensmid in het dorp en aangelast. En wij waren een wielrenner en dan gingen wij hier over het zandpad met een stopwatch erbij wie de beste tijd maakte. En won je vaak al? Ook op deze fiets? Ja, weet je, het ging jou plezier ook. Ja, ja, maar wedstrijdjes rijden, die wil als eerste eindigen. Jawel, dat kwam toch even geduurd. Maar ik vond het gewoon hartstikke leuk. En later kwam dan, dit is dan nog een fiets van mijn eerste jaar amateur, gesponsord. En dit is ook een hele mooie fiets. Dat is de originele fiets van de Olympische Spelen. Ja, geweldig. En nog een mooie Rie, Rijder Industrie Holland. Alles hier werd je gewoon in München Olympische kampioen op. Ja. En dan... 22, 23? 23.
En er zijn jongens die het nooit redden, hè? Ja, eens in de vier jaar, maar. Ik zal even kijken. Dat is toch niet normaal, man? Dit is dan wel mooi. Dat schakelen aan, ja, aan de buis. Dat heb ik ook nog gehad. En dan toeclips. Ja. Dan kun je daar zien, remkabels. Ja. Hier gaat de uitdrukking van we hingen met de neus tussen de remkabels. Maar dat kun je nog niet meer zeggen, want het is allemaal binnendoor. Ja. Nou, en dit is nog weer een stapje verder. Ja? Dit is, toen was ik 26, wereldkampioenschap in België. Toen waren de beugeltjes al vervangen door de nokjes erop gelast. Ja. En dat is toch wel voor de echte materiaalliefhebber. Ja, en dan, als je hier kijkt. Dit was de. Hier was de eerste hartslagmeter. Ja. Francesco Moser deed uurrecord en die zei precies hoe hard hij ging rijden, 100 meter nauwkeurig. Nou, en zo'n ding moet ik ook hebben. Nou, en dat is het vervolg van de hartslagmeter. Heb je bijna alle grote wedstrijden om? Ja, dat ging ik toe dragen. Ja. En je schoentjes? Ja, en de schoentjes, hier de vijf pionnetjes van vroeger. Ja. De schoentjes met schoenplaatjes. De valhelmen. Ja, het lukt. Geweldig, man. Ja. Ja. En dit zijn al jouw shirts. Ja, we zijn nu bij het einde, 1988. Ja, dan laten we bij het einde beginnen, lopen we naar voren. Ja, ook. Dit is het laatste jaar. Ja. Er staat ook al een verhaaltje bij. Nou, en dan, Scala. Dit is een Nederlandse ploeg. Van de valpartijen. Ja. Veranda Lux. Dat was Milanse Remo. Quantum Halle met Joop Steenbergen. Die, was dat een Jan Raas al ploegleider? Ja, Joop Steenbergen zag mij winnen in 83 in Parijs-Roubaix. Ja. En hij zegt, dat is deze. Hij zegt, dat ga ik doen, een wielerploeg. En toen werd de... Toen is de Quantum Halle ontstaan. Ja. Nou, DAF kunnen dit was mijn mooiste tijd in mijn... Toen was je op je best. Nou, nee, maar ook een mooie ploeg met vrienden. Ja, Willy van Doornen was een man. Een mensen. Ja, heel veel plezier beleefd. Nee. En wat, heb je Vlaanderen toen gewoon in dit shirt? Ik won Vlaanderen en Lombardije. Lombardije. Twee van de monumenten. En we wonnen de wereldbeker. Ja, twee monumenten in één jaar. Ja, je hebt Parijs-Roubaix gewonnen. Je hebt Milan-Sanremo gewonnen. Alleen Luik Bastenaken Luik, weer tweede geworden. Ja. Anders had je de vijf monumenten. Er zijn maar weinig renners die dat hebben. Dat is uniek. Ik was er weg van bijzondere dingen. Maar het moet je wel lukken ook. En het, Luik was te gek geweest. Zoveel gelukt. Maar hier waren we net bij 1980, de Tour. Tour. En ja, hier staat het met een beetje geschreven. Ik werd toen wel tweede Luik Bastenaken Luik. Ik reed wel een hele... De eerste week was ik supergoed. Toen verloor Joop ook 2 minuten. Staat hij er wel in. Maar de laatste week was hij gewoon de beste. De beste. Hij had ook wel een hele goede ploeg om zich heen, hè? Ja, zeker, zeker. Ze, ze hadden geloof ik 11 zegens. Ze won heel veel. Ja. Nou, dit is wel, als je dan meedraait met de camera, dan zien we dan Peugeot nog 3 jaar rally. Met Peter Post. Ja. Fantastische tijd, goede opleider. Ja. Heeft hij je... Mooie overwinning in de Tour gehad, Alpe d'Huez 2 keer. Nog een... Maar je was al wereldkampioen. Ja. Dus wat heeft Peter Post dan toegevoegd bij jou? Ja, ik denk dat met name Jan Raas was de grote regisseur en de leider. Is dat een beetje Rinus Michels, Johan Cruijff? Kun je dat zo zeggen? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Maar Post had ook een gouden generatie. En Post kon heel goed organiseren. En dit was zijn tijd wel een stuk vooruit in die dingen. Een goede manager. En, streng en rechtvaardig, maar... José de Kouw, mijn vriend en toeverlaat. Etappe in de Tour naar Roubaix. Pech hebben. Lek rijden. Hij staat zijn fiets af. En ja, dat is... Hier een tragisch moment. Die dag had ik de Tour willen winnen. 78. 8 kools. Regenachtig, rot weer. En de derde call waren maar een paar man over, valpartij Schlüdelbeenbreuk. Ja, je was een van de favorieten, hè? Ja. En dat ben je jaren geweest. Ja. Daarna hier is eigenlijk, we gaan eigenlijk een beetje omgekeerd. Eerste jaar bij de profs. En dit is prachtig, mooi is de wand van de Olympische Spelen. Ook originele trui die ik gedragen heb. Staan een handtekening op van Aad van den Hoek, Piet van Katwijk. Vero staat er nog heel... Ja, de trui is nu inmiddels 72, dan praat je wel 58 jaar oud. Geweldig, hè? En dan hier de aankomst. Het diploma van Brundage getekend en daar nog een keer een mooie kleurenfoto. Ja. Je hebt zoveel mooie dingen. Ja. Ik belde jou in het voorjaar. Ik denk februari, ik kreeg je aan de telefoon. Ja, het is wel een duur gesprek, want ik zit in Nieuw-Zeeland. Ja. Je was in Nieuw-Zeeland. Ja. Toen kwam net de coronacrisis. Toen heb ik nog gedacht...
Heb je daar nog een tijd moeten blijven of was je op tijd thuis? Nou, ik vind dan ook blij dat de mensen aan me denken. Ja. Het was dat kantje boord. Ja? We kwamen 19 maart terug. 19 maart? En, ja, en toen ging Nieuw-Zeeland dat dicht voor inkomend vliegverkeer. En we konden er net uit, via Dubai naar huis. En ja, daarna was het echt dof ellende overal. Had geen 3 dagen langer moeten duren. Dan had je daar moeten blijven. Ja, dan hebben we misschien nu nog gezeten. Goh. Ja. Wel een rare tijd ook, hè? Ja, ja, nog steeds eigenlijk. Ja, ja. Want we moeten nog steeds afstand houden en alles. Ja, ja, ja. Kan wat. Ja, doen we ook heel netjes, toch? Ja, vind ik ook. Ja. Nou, maar ook een van de hoogtepunten in mijn carrière, dat is... Ja, je WK. Hier is het podium. Roger de Vlaming. Jean-Pierre Donquillon. Die trui mag je dan een leven, of een jaar lang dragen. En je bent je leven lang wereldkampioen. Heb jij er geluk mee gehad? Met die, want het gebeurt wel eens dat als je in de Nederlandse trui rijdt of in een wereldtiteltrui, nou, bij Nederlands niet zo vaak meer, maar dat het dan ongeluk brengt. Ja, dat is een mythe die ontstaan is, een grote flauwekul. Jij hebt nooit last gehad? Ik heb mijn beste seizoen in 76 geweest. Dan is het een mythe. Dus ik werd tweede in Ommevervolk, tweede Parijs-Nice eindklassement, ronde van Spanje. Nee, ja, kunt dat ook mythe of pech noemen. Ik verloor dat in de laatste in de Leiderstrui. Maar dan reed ik ook een fantastische wedstrijd. Ik won een rit in de Tour. Ja, in Parijs-Roubaix brak ik door. Ik zat in de kopgroep. Ja, ja, overal. En ik won de ronde van Zwitserland nog. Met de mooiste wedstrijd. Oh ja, dit vind ik leuk. Ja. Echte Vlaming, hè? Moet je met de H? Ennie. Ja, Strands, hè? Ennie. Ja, hallo, en hallo. Dit ook. Tineke Vlokma, Katie van Oosterhagen. Gaan met Minimo schuiten. Met 6 wereldkampioenen. Geweldig. Ja. En ik moet zeggen... Het is niet zo goed als toen, maar we hebben eindelijk weer overal met het vrouwenwielrennen, mannenwielrennen. Het is geweldig. Op veld rijden, we zitten bijna weer op het niveau van de jaren 70, 80. Ja, alles. Je moet alleen een keer weer een Tour zegen en een wereldkampioen. Ja, normaal zou nu de Tour zijn, die is uitgesteld. Ja. Dan kijk je naar alles wat er omheen gebeurt. In hoeverre heeft Nederland nog kans om de Tour te winnen? Ja, we hebben zeker met Dumoulin kansen. Ja? Ja, denk ik wel. Het is goed dat hij naar deze ploeg is gegaan. Ja, ze doet het heel goed. En ze moet ook met de sterkst mogelijke ploeg optreden. En gaan ze ook doen. Kruiswijk? Ja, zeker. Maar dan denk ik ben Nederlander. Jumbo is een Nederlandse ploeg. Dus dan moet een Nederlander winnen. Ja, moeten. Nou ja, als het even kan, laat ik het zo zeggen. Als het even kan, dat zou leuk zijn. Je zegt het heel goed. Dat is ook het beleid van de ploeg toch altijd, denk je? Ja, vlak Roglic niet uit. Nee, die is zo sterk. Kijk, als hij veruit de beste is. En je hebt er niet voor te zeggen, hè? Want als je even kijkt, onze Engelse vrienden, die hebben de laatste 7 Tour de France gewonnen. Ja. Die zijn zo ijzersterk. Om die te willen kloppen, moet je wel echt met verenigde krachten eraan werken. Maar nu heeft Froome gezegd dat hij weggaat. Ja. Dus die gaat hem niet winnen. Ja, er zit een haar in de boter nu. Ja, hè? En dat kan wel eens voordelig zijn voor Jumbo. Ja. Ja. Dat idee heb ik ook. En ik hoop ook dat. Ja, want vaak werkt het zo, ga je weg, dan word je niet meer geholpen. Ja, ja. Maar ja, er zijn nog meer kapers op de kust. Ja. We kunnen nog een stukje verder lopen. Want ja, dat gaan we doen. Nou, dit is van mijn buurman. Ja. Naar aanleiding van Parijs-Roubaix, dus de pech met de fiets. Ja, het had achterwielen op moeten zijn, maar dat geef ik niet. Ja, hier is wat achterwiel. Ja. En dan, Dick Bruinestein, mijn buurman. Ja. Ik woonde naast hem op dat moment. Ja, prachtig. Geweldig. Dus hier geeft hij aan de pech. Iemand helemaal... En hier ben ik de sterke winnaar die de concurrentie fijn knijpt in de handen. Maar dit is misschien de mooiste de foto. De family, ja. Mijn vader en moeder. En waar sta jij zo snel? Ik sta hier. Oké. Okay. Rechts. Geweldig. Ja. Ja, dat zijn leuke dingen. Ik wil nog één. Achterin heb je iets staan. Ja. Kijk eens. Parijs-Roubaix. Ja, dat is het, hè. Vlaanderen. Ja. De Kei. Ja, dit is echt het summum. Ja, dit is echt... Dit is een soort bedevaartsoord voor echte wielerliefhebber. De kraamkamer hier. Maar waar zie je alle prijzen zo dicht bij elkaar? Ja, ik weet het niet. Ja. Nou, in Ronde van Vlaanderen? Daar hebben ze echt geen Parijs-Roubaix in dat museum, of wel? Ja, ze hebben daar nu allemaal keien gemaakt voor Ronde. Maar dat is dan... is een beetje namaken. Ja, dat bedoel ik. Maar dit is wel... deze foto is legendarisch. En die hangt hier nog een keer. Ja. En daarnaast het shirt wat ik toen gedragen heb. Nog origineel met de modder van... Mooi dat je dat bewaard hebt, joh. Van L'Envers du Nord, heel van Noorden, hè? Ja. Ja, en hier de... Geweldig. De overwinning. En dan krijg je dan een kei van 16 kilo. Die mag je dan... Zijn zwaar, hè?
En dan 25 fotografen. En til hem nog één keer op. Nog één keer. Ja. Na 260 kilometer. Ja. Ja, dat is geweldig. Ja, een shirtje. Dit vind ik ook mooi hoor, dat je dit hebt gekregen. De originele krant, hè? Maar dan, dit is de maandagkrant van AD Sport. AZ wordt kampioen van Nederland hier. En ik ben de koning van Vlaanderen, want ik win de Ronde Vlaanderen weekend. En ja. Dat is 1981. De hoogmis. De hoogmis, hè? Ja. Ja, dat is ook nog een shirt wat ik gedragen heb. Maar het was niet van die dag. Hij is geweldig. Ja. Even kijken, hier heb je. Daar, waar is die foto? Dit is Milan Sanremo. Ja, we komen straks bij Alpe d'Huez. We hebben daar een mooie schildering van. Maar dit is dan de aankomst in 77. En ja, deze, vereeuwigd. Dan krijg je dus een bocht die naar je vernoemd wordt. En bij mij zijn het ja, twee keer zelfs. Dus. Nou, er zit maar 22 meter verschil tussen. Tussen bocht 18 en bocht 18. Ja, de hoogte. Ja. Ja, dat is nog een vrij vlak stuk, dat klopt. Ja. Maar ja, dat is dan toevallig zo. Nou, leuk. Ja, ja. En dan gaan we hierheen. Heb je al die bidons? Ja. Fiets. En een Motorola shirt, want je bent ploegleider geweest. Ik ben 8 jaar ploegleider geweest. Met hoe weet hij, wie was je collega ook alweer? Hij was getrouwd met een schaatser. Jim Okkewitsch. Ja. Met Sheila Jung. Ja, zie je? Ja. Ja. En die was ook wereldkampioen sprint op de baan. Ja. Ja. En dan ben je ploegbaars. Van een jong talentje, ja. Armstrong. Hier wordt hij allerlaatste in zijn eerste profkoers in San Sebastian. Helemaal kapot en heel slecht weer. Ja, toen kon je nog niet bevroeden dat hij dat allemaal ging doen. 5 jaar mee gewerkt, met heel veel plezier. Dus nou voor zijn ziekte, hè? Voor zijn ziekte. En toen was het echt allemaal normaal. Maar toen is de eerpoteit gekomen en toen is in de hele sport heel veel fout gegaan. Wat neem je hem kwalijk niet? Ja, wat moet ik hem kwalijk nemen? Ja, dat is moeilijk om daarover te oordelen. Elk mens doet in zijn leven wat hij denkt wat hij moet doen. Maar door de omstandigheden zijn er zoveel dingen verkeerd gegaan. En ik heb nu net naar Srebrenica gekeken, de 3 afleveringen. Wie krijgt de schuld? Ja. Maar er zijn organisatorisch heel veel dingen van. Hein van Brugge hebben gezegd, Hennie, we kunnen dat gewoon niet aanpakken. We kunnen het niet vinden, we kunnen dit, we kunnen dat. Maar op een gegeven moment, hij in het eerste paar jaar zat ik naast me naar de koers. Was hij zo kwaad. God damn it, that team is Ipo, that team is Ipo. En hij was helemaal wild, weet je. En toen is hij ziek geworden. En hij had echt best ook wel zijn goede kanten. Hij heeft heel veel gebracht bij Motorola. Hij heeft heel veel gedaan ook. Maar toen, ook voor de kankerstichting en later, toen werd hij ziek en toen is hij eigenlijk. Toen heeft hij Tour de France begonnen en ja, risico's genomen. Dat is achteraf heel zonde allemaal. Ja. Ja, het is jammer dat het in zo'n daglicht komen te staan. Ja. Ja. Hier nog spreek je hem nog wel eens? Nee. Nooit meer gesproken ook? Nee. Heb je de behoefte nog? Ja, en een dag later wel, toen ik bij Rabo werkte, ging ik naar de Ronde Californië als gastheer voor Rabobank. En was het even hello en dan een paar Nederlandse woorden zo. Want hij is wel gek op Nederland, hoor. Ja, maar, ja toch een Nederlandse vriendin. Ja, ook. Daniel. Ja. En, maar ja, heel op vlak, maar daarna is het ook helemaal verwaterd eigenlijk. Ja. Ja, maar zou je nog wel weer willen zien en het verhaal van hem willen horen? Ja, het verhaal hoef ik niet te horen eigenlijk. Wat moet hij mij vertellen? Ja. Ja, en, maar ik vind, ja, wat komt er uit zo'n gesprek? Ik weet niet of hij me nog iets zou willen vertellen of iets zeggen. En ik zou hem wel, als ik hem ontmoet, zou ik hem wat dingen willen zeggen wat ik met hem meegemaakt heb. Want die dag was wel heel merkwaardig. Mm-hmm. Maar ik kwam s'avonds, ik had gezegd dat hij de koers niet zou uitdoen. En toen lacht hij me bijna uit, is dat alles? En dat is een heel leuk verhaal hoor. Ik zeg, en je moet bidons halen, dit en wachten met lekker rijden en de koers uitdoen. Hoe zou doen? Ik denk dat ik dat niet kan zo ongeveer. We zitten in de koers, het was snik heet, chill. Ja. En de hand ging omhoog, Motorola gevraagd over de radio, koersradio, ik ren naar voren. Hennie, I want to quit. I'm totally fucked. Ik weet niet, dat heb ik altijd van die taal, jongen. Ja, echt een Amerikaan. Ik zei, hey, dat hebben we niet afgesproken. En kijk maar, oké. Het peloton erin. En ik kwam een half uur naar de winnaar binnen. En hij heeft het wel gedaan. Het was een funny day today, zei hij. En the whole road was for me. To please me with me. What can you wish more? zo'n grote mond, de Brani. Ja. En toen ging ik s'avonds naar de kamer en zei,
Dat is niet meegevallen bij de prof, de eerste koers, hè? I will come back here, zei hij. I will win this race. Maar dat was zijn allereerste koers? Ja. En, oh. En hij won hem ook, hè, 5 jaar later. Hè? Ja. Hij won hem wel, hoor. Ja. Hij was Armstrong, geweldig. Ja, hij is zo wil. Ja, ja. Ja. Mooi. Ja. Mooi, Henny. Mooi museum. Want we kijken hier nog even naar de ja. Olympische wegrit op tv. Dat is was in de buurt van München. 72, Grünwald. Mooi op de ja, Grünwald. Ja. Ja, bij München. En als je dan ziet, oude fietsen, ploegleidersauto's, gaan we straks heel ietsjes van zien. Je kunt je niet voorstellen, de ploegleider Joop Middeling staat op een, achter op een bak van een Volkswagen. Ja, dit is nog een achterblijver. Hoor. Even niet goed in beeld. Hier kom ik naar de finale toe. Kijk, die open BMW, kijk, daar zitten ze bovenop die wagen. Ja. Hoe ver is het ongeveer voor de finish? Ja, dit is nog 500 meter. Zo. Was op ietsjes langer nog, maar geen dranghekken. Ja, dit zijn dan, was straks ook bijna geen dranghekken. Nog een keer schakelen. Ja, toen was er nog vrijheid, hè? Toen kon alles nog. Ja. Tegenwoordig zijn er zoveel mensen. Dus, ja. Nee, dat is echt geweldig dit. Kijk, ook zijn oude Volkswagen. Ja, ja. Geweldig. En de microfoon waren geen oortjes, dat was een fles, een waterfles van 1,5 liter. Ja? De bodem eruit en dan toeteren. En dan, hallo. Ja. Ah, geweldig. Ja, daar komt hij weer. Ja. Ja, dit is echt mooi. En vanaf dat moment heb je gewoon in de kijker gereden. Ja, ja. En wilde iedereen je hebben ook in die tijd? Ben je overal terecht? Ik heb pas getekend eind december. Oh. Heb ik achteraf gekeken en dat heeft Herman Carot heeft daarvoor gezorgd. Ja. Dus die was bij de concurrerende Amstelploeg. Ja. En die Henny, jij moet prof worden, man. Ik zorg daarvoor, zei hij. Waar je ook mooi kunt zien de positie, hoe laag. Dat heeft misschien ook wel iets met je bescheidenheid te maken. Ja, maar ja. Ze stond echt in de rij. Hier ook nog iets heel aparts. Ik trek de helm van mijn hoofd. Ja. Absoluut verboden, kijk. Mag eigenlijk helemaal niet. Ze hadden me kunnen disqualificeren. Ze hadden zo maar kunnen doen. Ja. Wat een moment. Wat denk je dan? Ja, super. Dus het mannetje uit Denenkamp heeft het toch gered. Ja, mooi, ja. Hè? Ja, fantastisch. Ja, top zeg. 1972 München. Goud. De jongens kunnen sprinten voor de tweede plek. Ja, dat is echt ja. En dat heb je vaak laten doen hoor. Ja, af en toe wel. Hè. Ja, dat moet ik af en toe. Ja. Dat was in Australië die tweede wordt. Mooi. Ik wil je danken voor de rondleiding. Heel graag. Ik vond het elleboog, want zo hoort het, hè? Ja. Klasse, echt een mooi museum. Ja, mooi.